Ik hoor jou Hallo. prima. Wacht even hoor. Hi. Het is even rommel. Oeh, ik zak weg. Ik heb hele goede statief. Mijn telefoon hangt in een tissue-doos. Oh, van Grandel. Oh, wacht, ja, van Grandel. Wacht, kan ik ook zo? Oh Nou nee, ja, ben dan ik een ligt hij beetje. op zijn kant. Kunnen ook. Nee, dan ben ik erbij gaan liggen. Dat moeten we niet hebben, hè? We Zo. kunnen een inzamelingsactie doen voor een statief voor jou. Ja, ik heb er wel een, maar dan kan ik alleen in de landscape modus. Dus maar, Oké. kijk ik dan Nou, zelf omhoog? maar Nou. daar zijn we. Hi. Hé, ze zit. Ja. Ik zal Ja. mezelf even voorstellen. Ik ben Alexandra, schoonheidsspecialiste in Bergsehoek, vlakbij Rotterdam. En ik werk alleen met dokter Gramwell en Viri. En ja, dan vind ik het altijd leuk om collega's te spreken. Maar ja, er zijn nu geen trainingen, geen meetings. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga ze gewoon online even spreken voor een beauty momentje. En nu Ja. zijn we in Heer Hugo Waard bij Ja, onze Queen klopt. of Ampoules. Ja, leuk. Leuk, Hallo. hè? Hoe lang werk jij al met dokter Gramwell, Angeline? Dat is in 1999 geweest, toen ik mijn diploma heb behaald voor de schoonheidssalon, ging ik natuurlijk op zoek naar een startpakket. En uiteindelijk gekozen voor dokter Grandel. In eerste instantie gewoon alleen dokter Grandel. Vanwege het natuurlijke aspect, het plant-based programma, ja, de kwaliteit en de prijsverhouding die gewoon heel erg goed lag. En nou ja, 23 jaar later, of 22 jaar later, werk ik eigenlijk nog steeds met Granol. Dus, Ja, en inmiddels ook met Siri. Yes. ja, klopt. Yes. Hartstikke goed. Leuk. Ja, nu heb Ik ik daar. ook. Daar werk ik al langer mee. Bij ons Ja. is het eigenlijk net andersom, hè? Ja, Eigenlijk. klopt. Ja. Oké, we elkaar ook van doordat Viri bij Grandel kwam, bij Cosmetic Gallery. Zo Ja. hebben we elkaar natuurlijk Zaten leren wij in kennen. een training bij elkaar. Zo kwam het inderdaad. Dus, en jij blogt en je vlogt. En ja, en heb hele leuke catchy termen, vind ik. Want hoe noem jij hyaluron? Ben je nog? Hyaluron, dat is mijn diepzeeduiken. En mijn ampullen, Ja. dat zijn champagne-ampullen. Ik heb hier een minibar vol met champagne. Ja, precies. Nou ja, we beginnen vandaag even met deze, de Hyaluron Duo. Want Hyaluron, waar is dat nou eigenlijk voor? Kijk, hydrateren is gewoon heel goed voor je huid. Dat weten we allemaal. Maar heel veel zeggen, ik drink toch genoeg. Maar dat is gewoon niet voldoende. Want je huid staat aan het eind van die voedselketen. Eerst gaat alles naar belangrijke organen. En uiteindelijk op het allerlaatst krijgt je huid ook nog wat. Proost, jij doet het goed. Dus belangrijk om te hydrateren. En dat doen we met hyaluronzuur. Eigenlijk, ja, de vochtkampioen noemen we het eigenlijk altijd. Ja, Maar de ja, je hebt topper. hyaluron en je hebt hyaluron. Klopt. Zeg ik altijd. En dokter Granne en Ferrieri werken met maar liefst 5 soorten. Nee, geen 10. Zo zover zijn we nog niet. 5 soorten hyaluron, inderdaad. En de Hyaluron Sensation Cream is bij mij een bestseller. Bij jou, jij hebt hem dit jaar ook, begrijp ik. Klopt, En daar ja. zitten 2 soorten hyaluron. En die nemen eigenlijk ja, meteen het trekkere gevoel weg. Je huid ziet er gewoon wat frisser uit, voelt lekkerder aan. En hij hydrateert intensief. Dus ook wat langer, langduriger. Ja, dat willen we. Dat willen we. En daarbij hebben we deze. Ik vind deze zo lekker. En hier zit ook filler hyaluron in. En ja, bij mij kennen ze deze. Bij jou zijn ze blauw, denk ik. Daar zijn ze, ja. Ja, juist. Blauw. Kijk, het Ja, zijn exact dezelfde, maar Angelina heeft ze van dokter Grandel. En deze zijn van Firi. De filler caps of hyaluron. Hoe heet ze van Grandel? filler caps. En dat zit ook, die filler hyaluron, in het supermooi serum. Dat wou ik even zeggen. Dus Ja. daar heb je meteen effect van. Ik gebruik deze altijd bij het vliegen. Ik vertel het altijd. Ik vind ze heerlijk. Klopt, ja. Ja, In het zijn. vliegtuig mag ook mee in je handbagage, dus je hoeft niet bang te zijn dat het eruit gekieperd wordt. Nee, moet je niet je Nou. grote pot meenemen, maar. Nee, gewoon zo een, zo'n kleintje of een Ja, paar van precies. die Die zijn bij mij uitverkocht als je. Oké.
Ja. Jammer. Dan nemen we gewoon het buisje met ampulletjes. Kijken of ze naar boven of ze hier staan. Maar ik heb alleen de kleine. Maar ja, maar waarvoor gebruiken we nou ampullen? Want jij bent de queen of ampules. Mm-hmm. En we hebben onze diepzeeduikampullen. Ik gebruik die term nu ook. Ik vind hem erg leuk. Ja, is ook leuk. Maar ik ga straks ook vertellen waarom. Ja. Waarom dit in je duikuitrusting hoort. Ga jij dat eens vertellen? Ja, waarom zou je nog extra ampullen gebruiken als je natuurlijk al een reiniging doet en een schoonmachtcreme? Ampullen zijn eigenlijk extraatjes. Het is net als met champagne, dat doe je niet elke dag. Maar het is een extraatje en het geeft wel onmiddellijk huidverbetering. Dus bij huidproblemen of rimpels of na een stressvolle periode of na ziekte of nou ja, gewoon in de zomer, als je huid veel te lijden heeft, maar ook in de winter, dan is het best fijn om je huid even die extra boost te geven. En dat kan onmiddellijk met de champagneampullen. Want daar heb je gewoon heel geconcentreerde werkstof die vrij snel resultaat gaat geven. Ja. Ja. Dus en er zitten heel weinig in zo'n glaasje. Je valt af en toe. Ben je er nog? Ja. Ik ben er weer. Ja, het onweert hier ook verschrikkelijk. Dus misschien dat het daardoor komt. Oh, dat zou kunnen, ja. Maar wat was je vraag? Ik zei, ben je er nog? Ja, ja? Nu ben je weer terug. In ampullen zitten maar heel weinig conserveringsmiddelen. Dus vandaar dat die ook gelijk op moet. En de werking geldt voor de hele ampul. Ja, één ampul is precies gedoseerd voor je décolleté, hals en gezicht. En nou ja, net als met champagne, die ga je ook niet openmaken voor één drupje. Dan denk je ook van, nou, ik wil meer. We maken de fles op, want morgen zijn de bubbels eruit. En dat zie je er ook precies mee zo. Die ga je niet openmaken om even een paar drupjes zo aan te brengen. Nee, je maakt hem open, je tipt de helft eruit. Dan breng je dus inderdaad die gelaat of décolleté, hals, gelaat mee aan en weer terug. En dan de tweede helft. Heeft geen zin om dit te gaan bewaren, want morgen is het verdampt, is de concentratie veel minder. En het staat eigenlijk te vergaan in het flesje. Het is gewoon zonde, het gaat beter op je huid. Ja. En daar zit weer een ander soort hyaluron in die je daar hebt. Ja, dit zijn echt drie toppertjes. Nou, ik kan beter even deze laten zien, want dan heb je ze. Maar dan hou ik hem vast. Ga jij vertellen. Hou jij vast, ga ik vertellen. Ja. Dan heb je ze gewoon alle drie in één pakketje. En dat is echt super, want de Hyaluron Moisture Flash, die ik dus nu vast heb, dat is er een met Classic Hyaluron en Micro Hyaluron. En dat is jouw duikuitrusting voor deze zomer. Want dat Micro Hyaluron duikt heel diep in jouw huid naar cellen die nog een levende celkern hebben. Dat wat hier aan de oppervlakte allemaal zit, is eigenlijk gewoon dood materiaal. Dat kun je wel goed verzorgen, maar er zit geen levende celkern in. Maar deze hyaluronsoort, die microhyaluron, die is zo klein ingekapseld. Die kan dus heel diep duiken en daar hyaluron gaan verspreiden. Zodat je huid dus heel diep gehydrateerd wordt, deep down, met dat microhyaluron. Er zitten ook microalgen in, dus het zorgt echt voor dat je huid super gehydrateerd wordt. En dit is een hele fijne om in de ochtend te doen. Okay, wacht, mijn oortjes vallen uit. Ach. Ik ben niet de handigste. Dat heb ik nou ook altijd. We zijn van hetzelfde bouwjaar, misschien is dat. Forever 49, hè? Ja. Dus dat is de Moisture Flash, de blauwe, de nou ja, donkerblauwe ampul in het doosje, zou ik maar zeggen. Ja. Dan heb je de lichtblauwe ampul in het doosje, die heet Hyaluron. En dat noem ik de filler ampul. Want daar zit filler Hyaluron in. Dat is ook heel klein, maar zorgt ervoor dat er aan de oppervlakte van je huid, dus aan die opperhuid, heel veel vocht verspreid wordt. Heel veel hyaluron dat zich kan binden aan vocht, waardoor je huid en fijne droogtelijntjes gaan opspannen en opzwellen. Dus het geeft een soort plumping effect. Dus deze doe je in de ochtend voor je naar je werk gaat. En deze doe je als je na het werk nog even een borrel gaat halen, of op een terrasje gaat zitten, of met een vriendin nog even de stad ingaat, of je nou, gaat even flaneren hier of daar. Dan heb je de filler ampul nodig.
Dus de classic hyaluron zit daarin. Met classic, ja, zit er ook in. En als je dan 's avonds thuis komt en je bent moe, je hebt je gezicht gereinigd, je hebt lekker gedoucht, dan doe je de Hyaluron at Night. Dat is de witte ampul in het doosje. Ik zie Melanie, hoi! Melanie, dag Melanie, gezellig dat je kijkt. En de Hyaluron at Night, die heeft ook classic Hyaluron en micro-Hyaluron, maar daarnaast depot-Hyaluron. Ja. En dat is helemaal geweldig. Dat zit ook in dat Viri-duo, hè? Wist je dat? Ja. 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 Top, hè? Helemaal geweldig. Maar dat is anders, sorry dat ik je onderbreek, maar dat is anders dan reguliere hyaluron. Ik had van de week ook iemand en die vroeg dat, maar dat is toch hetzelfde, dames en heren, dat is het niet. Nee, nee. Want dat is eigenlijk een heel groot molecuul. Gewoon hyaluron is een groot molecuul. Dat kan niet door je huid heen. En dat doet er aan de oppervlakte wel iets. Je ziet er wel wat verschil van. Maar in de diepte doet het niets. En die andere soorten hyaluron, waarin Viri en Dr. Grandel dus heel goed zijn, die gaan heel diep in je huid en zorgen daar, bijvoorbeeld dit depot hyaluron, zorgt ervoor dat het met de warmte van je huid steeds een klein laagje loslaat. Dus als een ui gaat die steeds een schilletje loslaten, waardoor je bijvoorbeeld gedurende de nacht steeds een klein beetje hyaluron verspreid wordt. En dat noemen ze time release. Dus dat is een hele gave om 's nachts te gebruiken. Want terwijl jij slaapt, wordt je huid weer helemaal fris en fruitig. Maar er zit nog wat in. Synthese booster. Ja. Dat is de vijfde soort hyaluron, synthese booster. En die zorgt er ook voor dat je eigen hyaluron, wat eigenlijk na je 25e gaat afnemen, dat dat weer een beetje opbouwt en versterkt, zeg maar. Dus het is een toppert om erbij te gebruiken, want je verstevigt eigenlijk ook je eigen huid. Ja, je upgrade eigenlijk je huidverzorging, zeg ik elke keer, met je ampullen. Maar ook met serums. Ja. Dus, maar zo deze zijn heel lekker. En zijn ook leuk als cadeautje. Ik bedoel, ze kosten 15,20 geloof ik. Dus 15,20 en dat is niet duur. Dat kan eigenlijk iedereen zich wel permitteren. Neem je makkelijk mee. Leuk cadeautje. We verpakken het ook heel leuk. Ja. Het is ook heel fijn om mee te nemen op vakantie. Want misschien ga je niet op vakantie, maar een paar dagjes weg. Naar een hotelletje. Of ik ga dan wel eens wandelen met de rugzak. Maar daar gaan mijn ampullen gewoon mee. En dat kan ook, want het neemt bijna geen ruimte in. Ik neem dus nooit spullen mee. Nee, hè? Ik neem echt nooit wat mee. Ik heb een extra koffer daar. Een extra koffer. Inchecken voor al die beauty. Dit is gewoon een fantastisch. Ook om ze een keer allemaal uit te proberen. Maar er zijn dus ook doosjes per stuk van 3. Ja. Per stuk. Ja. Dus dan heb je gewoon 3 moisture flash, 3 refill of 3 at night. Stel heb jij deze nog? Heel gek. Nou, ik heb toevallig vandaag de laatste verkocht. Oh, ik heb er nog 3. Nou, laat maar zien, want die zijn heel gaaf. Kijk, dit is toch leuk? Oh, ja, dat briefje is ook leuk. Kijk. Dan heb je meteen 7 ampullen. Ja. En je betaalt er maar 6. Ja, dat is top. Ja. Ik baal ervan dat ik ze niet meer heb. Maar ze zijn echt... En dat blikje is ook handig mee te nemen op vakantie. Want dan zijn je ampullen goed beschermd. Precies. Ja. En als die leeg is met de refill, dan kun je gewoon weer nieuwe ampullen in. Precies. Ja. Ja. Maar waar zit nou nog meer die micro-hyaluron in? Micro-hyaluron. Moet ik even spieken hoor. Ik heb hem al. Hij hangt hier gewoon achter mij. Zit gewoon in alle ampullen. Hij staat hier gewoon achter mij. Micro-hyaluron. Heerlijk. Ik doe het niet hoor. Dan is gaan mijn oortjes misschien een beetje piepen. Ja, dit is heerlijk. Het is weer... Ik heb weer alleen de tester. Want ik heb dus gisteren weer de laatste verkocht van de display. Het wil echt... Ja, serieus. Toch? Ja. Ik vind het eigenlijk ook een ampul voor je body. Eigenlijk het idee ook. Ja. Hij is ook heel fijn, beide. Ja, hetzelfde bouwjaar zijn wij.
Bij de opvliegers, ladies. Oh, Ja, bij een heer. opvliegers, Ja. ja, daar Ja. is hij echt heel gaaf voor. Ja. Zeker. Vooral als je hem even lekker koud zet. In de koelkast, ja. Precies. Dan ben je weer helemaal verfrist en dan is je mind ook weer helemaal fris en dan ben je er weer uit die tijd Precies. aan. Ja. Maar Want het in is de. niet alleen verfrissend, het verzorgt natuurlijk ook je huid. Precies, Elin. Hele lekkere spray. Ja, zeker. Heerlijk, nee, zegt Elin. Ja. Ja. Ik vind hem Klopt. echt fantastisch. En daaroverheen. Daar doen we de Hyaluron Body. Precies, want in die spray zit dus die microhyaluron. Die is dus eigenlijk, die grote molecuul is eigenlijk in een heleboel kleine stukjes verknipt eigenlijk. Ja. En daardoor kan die dus ook dieper in je huid. Maar er zitten ook bruine algen in. En die zorgen Ja. ook voor superhydratatie. En er zit een seawater complex in, zeg ik op zijn Engels. Zeewatercomplex. En ja, heel veel klanten zeggen ook, oh lekker, het ruikt naar de zee. Nou, niet naar de zee visafslag, maar hij ruikt echt naar de zee. Ja, echt fris naar de zee. Heerlijk, ja. Ja, En heel. daaroverheen doe je dus de body. En daar zit dus weer het classic hyaluron in. Dus wat bovenop, wat Angelina net uitlegde, wat dus bovenop blijft. Ja, en een beetje shimmer-effect. Dus je gaat Heerlijk. er een beetje van glinsteren. En Ja. dat is heel prettig, want we mogen weer naar het terras. Heerlijk. Dan kan je lekker een beetje gaan zitten shimmeren. Beetje Precies. flaneren. Ja, Ja. toch? Nou ja, al is het maar voor je eigen vindt. Maar Zien volgens mij jullie? mag je niet met hele groepen gaan zitten. Of is het ook wel van dicht van ver af te zien? Ja, maar met je eigen hubby mag je wel gaan zitten. Nou ja, ga je ook zitten glimmen? Heerlijk. Het was een leuk duo met z'n tweetjes voor deze zomer. Ja, vind ik Ja. ook. Super fris. Ik heb nog, ik weet niet of jullie ze nog hebben, maar ik heb nog deze. Met een koelelement. En dan kan je gewoon lekker je huidverzorgingsproducten meenemen. Niet in het vliegtuig, dan mag dat element Dat denk ik mag niet in. Nee. niet. Nee, die mogen niet mee in het vliegtuig. Nee, Dat maar op moet het je gewoon strand in is je koelkast. heerlijk. Is ook trouwens goed Dat voor je moet je lang. zonnebrand, hè? Ja, Dat was niet het zonnecrème. onderwerp van vandaag, maar als je zonnebrand zo in de zon staat, dan verpiet het het eigenlijk. En dan loopt de factor terug. Dus Ja. ja, doe dat echt in je koeltas, Ja, zonnebrand. zeker. Ja, is Dat is erg echt lekker. wel een extra tip vandaag. Tip van de dag. Tip van de dag, vind ik Ja. ook. Hebben we er alle hier om? Nee, want we hebben nog een hele mooie. Je En bent die er. heb ik hier nog niet, die Ja. heb jij. Ja, die heb ik. Sam, even zien. Ja. Komt-ie? Ja. Ik heb hem wel al besteld. De Hydroactive Oxygen Moisturizer. Er zit classic hyaluron in, jojoba-olie en een heel chic ingrediënt waar jij heel veel over weet te vertellen. Ja, het heet Perfluor Decalin. En de dames van Firi kennen het al langer, want het zit ook in onze ultrasomy fluid. En het zorgt ervoor dat je huid meer zuurstof opneemt. Het is een zuurstoftransporteur. En ik heb Ja. me van de week laten vertellen dat het zelfs bij diepzeeduiken gebruikt wordt in de, ja, om dat zuurstof te vervoeren. Hoe dat precies zit, ben ik nog niet helemaal achter. Maar ik vond het wel grappig omdat wij het over diepzeeduiken zouden hebben. Ja, precies. Dus die gaat ook in de duikuitrusting. Precies. En dat Ja. perfluor decalin, ik zeg het nog een keer, dat deca schijnt iets met 10 te maken te hebben, maar mijn scheikunde, dat was niet zo best. En Nee, dat heb ik altijd gemaakt. precies. Maar dat is een bloedvervanging eigenlijk. Dat hebben ze in de Tweede Wereldoorlog ontdekt, dat dat een beetje gelijk is aan onze rode bloedlichaampjes. En dat transporteert ook de zuurstof. Dus Ja, ja, dat is eigenlijk het dus het is idee. ook heel bloedend, ja. Klopt, en dan Ja. heb je dus een betere celwerking eigenlijk, meer zuurstof in de cellen, Ja. en daardoor ga je meer stralen. Glowing. Prada, Precies. ja. Het is een heel vitaliserende gel. Het is een luchtige textuur, dus het is een gel. Eigenlijk perfect voor mannen. Vaderdag, vaderdag. En, ja, Wat precies kost die? dat. Dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Nou, dus. Vraag ik nou iets heel moeilijks?
Ik dacht iets van 40, 42 of zo. Ik okay, heb die prijs nou. Nog niet in mijn hoofd. Nee, nou, ik maar ook dat niet zo. In deze nou net weer niet. Lichte textuur zorgt voor een frisse, vitale huid. En mannen hebben vaak een beetje een vale huid. Die hebben ook wat dikker bindweefsel, dus ze zijn wat valer. Vermoeidheid, stress, air pollution. Hè, als je veel vervuiling hebt van straling, van bermen en buiten in de stad, in kantoorgebieden en dergelijke, in de file staat. Dit is echt een goeie voor mannenhuid, want hij ruikt ook niet zo extreem. En dat vinden mannen vaak erg prettig, dat het wat een neutralere geur heeft. Klopt. En die lichte textuur. Ze zijn vaak ook heel blij mee. Dus ja. Maar je kunt hem ook als serum gebruiken, begrijp ik. Precies. Ja, maar we hebben ook een mannenlijn bij Dr. Grandel. Die heb ik hier. Ja. Maar daar zit dus gletsjerwater in. Daar kan je ijsduiken. Kijk, we blijven in dat duikthema vandaag. We blijven duiken, hè? Ja, oh, ik zie nu mezelf. Hij spiegelt zo erg dat ik me... Kijk, daar ben jij. Ja, je ziet het. Dit is de Matte IQ. En daar zit een stofje in wat het tallig een beetje reguleert. Vooral op die T-zone. Ja. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Maar tenminste vind ik wel fijn. De producten mogen ook gelijk na het scheren gebruikt worden. Ook heel fijn. Dat is ook fijn. En er is een anti-aging product. Een Total Lift. En die, dus dat willen mannen natuurlijk ook best wel, denk ik. Echt wel. Dat bedoel ik. En hij doet ook moisturizen en kalmeren. Kijk, dat is ook altijd fijn. Dat is ook fijn. Ja. En dit is het flesje. Misschien wat makkelijker. Kijk, ik heb dan ook een ingepakte. En dit is de mooiste balm. Die is bij mij het meest verkocht. Het is een balm, maar hij is ook niet vet. En dat vinden mannen ook wel prettig. Precies wat jij net zei, inderdaad. Ja. Dus ze kosten €33 per stuk. En het zijn pompjes. Dus heel handig. Ja, helemaal goed. Ook voor de heren. Misschien met een leuke reiniging erbij. Wij hebben van Philide Intelligel. Welke heb jij? Purisoft, denk ik. Voor de heren. Ja, en deze erbij. Dat is ook leuk. Die capsules. Klopt. Ja. Ook leuk. Dat zijn ook leuke mannenproducten. Of oogcreme. Want mannen doen echt wel iets aan hun ogen, hoor. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Dus, leuk idee. Genoeg. Ja. Voor Vaderdag, denk ik. Ja. Ja, maar belangrijk dus om te hydrateren, want daar ging het eigenlijk om. Ja, dat is eigenlijk het eerste anti-age, hè? Gewoon goed hydrateren. Ja. De rest komt later. De rest komt later. Ja. Inderdaad. Heb jij een beetje termen? Inderdaad. Ja, want vanaf je 25 krijg je vaak die droogtelijntjes, inderdaad. Ja. Nog niet voor de diepe rimpels, daar hebben we andere producten voor. Maar echt voor de droogtelijntjes, trekkere gevoel. Veel in de airconditioning werkt, vind ik dat heel prettig om met hier rond te werken. Maar ook onder de anti-aging producten kun je bijvoorbeeld die ampullen weer lekker gebruiken. Klopt. Heb je toch een stukje extra vocht. Ja. En zo kunnen we alles mixen en matchen. Ja, je kan mixen en matchen met alle ampullen bij elke lijn. Natuurlijk zijn er ampullen die beter passen bij een lijn. Maar je kan ze ook allemaal mixen en matchen. Ja. Precies. Hi Annette. Ja. Leuk hè. Ik zit te kijken of er vragen zijn, maar volgens mij zijn we heel duidelijk. Ik heb helemaal geen vragen voorbij zien komen. Ik denk het ook. Nou, of ze komen nu allemaal tegelijk opgepopt. Nee, nou, ik heb er toch echt op zitten letten, maar ik heb geen vragen gezien vandaag. We waren heel duidelijk. Voor jou? Ja. Nou ja, hoe kom je aan al die termen? Ik vind het echt geweldig. Ook met je mascara's, daar heb je ook allerlei termen voor. Geweldig. Ja, maar ik noem mijn mascara's Carice van Houten, Chantal Jansen en Angie Swims. Ja. Hoe kom je erop? Trouwens, ik heb nog een leuke voor te hydrateren. Volgens mij heb jij deze ook. Ja, die is echt heel gaaf. Ja. Ja. Ik heb hem niet bij de hand, dan zou ik weg moeten lopen. Maar hij is echt een goede toevoeging. Vanwege dat zeewater past die ook weer perfect bij die ampullen. Precies, en ook weer diepzeeduiken. En de algen, ook weer diepzeeduiken. Ja, ik hou ervan. Nou, ik ook. Maar wel even een peelingje vooraf, dan doet hij het beter. Ja. Lekker peeling, klopt. Ja,
Nou, daar ga ik volgende week over hebben, want dan ga ik naar Noord-Brabant, naar Anki. En daar gaat het over, ja, daar gaan we het over het belang van reinigen. Want ja, we kunnen wel alles op ons gezicht smeren, maar reinigen is natuurlijk ook heel belangrijk. En voeden. Je kan nog zo'n dure crème smeren, maar als je dat doet op een vervuilde huid, dan heeft het eigenlijk helemaal geen zin. Nee, En klopt. vergelijk ik altijd met koken. Als je gekookt hebt, een mooi gerecht, je hebt goede ingrediënten gekocht en je hebt er tijd aan besteed en je hebt echt een mooi gerecht gemaakt, dan leg je dat op een mooi schoon bord, je mooiste bord. Ga je toch ook niet een vuil bord uit de vaatwasser pakken, zo van nou, hup, kan wel even Zit hierop. daarin. Nee, toch? Nou, daarom moet je je hand reinigen. Precies, en niet met water. En niet met water, want in die vaatwasser doe je toch ook een blokje? Precies. Ja, dus. Helemaal mooi, ik ben het helemaal met je eens. Dus nou, dat gaan ik we ben heel volgende benieuwd. week helemaal verder uitbreiden. Ik heb er ook die filmen op YouTube laten zien van die influencer. Die was helemaal in shock. Ik denk dat ze nog aan het bijkomen is. Ja, ik zal hem je straks sturen. Het is echt verschrikkelijk. Ja, ja. Ja. Nou, dankjewel dat je even Nou, bij mij dankjewel. wilde bijkletsen in mijn beauty momentje. En ik kom Leuk. graag een keer terug als je het leuk vindt. Heel graag. En dan Ja, gaan we het heel dus over leuk. die champagneampullen hebben, want dat vind ik toch ook En wel weer leuk. veel meer. Dat bedoel ik, is toch leuk? Ja, heel leuk. Ja. Oké, nou bedankt voor het Dankjewel. kijken. Jij bedankt dat je er was. En Graag nou, tot gedaan. volgende week allemaal. Tot Doeg! volgende week. Dag! Doei. Doeg.